Dus om, om eigenlijk de resultaten te zien van XRT in SmartCom, ik heb een leerpad opengezet en ik ga stap voor stap eventjes doorlopen welke instellingen je moet doen aan de kant van ontwikkelaar, dus aan de kant van de maker van het leerpad. Ik zal het video ook beschikbaar maken via YouTube, dat je het ook kan terug opnieuw herbekijken. Dus je start eigenlijk met, ja, ik noem dat hier altijd het gele blokje. Het gele blokje betekent dat je alle instellingen op niveau van heel het leerpad gaat doornemen. Het eerste wat je gaat doen, en ik heb dat hier al gedaan, al ingezet, is hier de rechterkant, tracering, die ga je toevoegen. En tracering betekent dat je eigenlijk gaat zeggen tegen XRT van, wat wil ik nu zien? En ik heb dat ingesteld hier, dat ik de volledige tracering wil zien van de laatste poging. Nu, je kan er ook voor kiezen om de volledige tracering te zien van de eerste poging. En volledig bedoelt men mee zowel punten als ook tijd. Dus al wat er te traceren valt, neemt hij mee. Als je kiest voor minimaal, minimaal is enkel en alleen tijd dat hij gaat meepakken. Dat je ziet van een leerling heeft bijvoorbeeld 20 minuten gezeten op een bepaalde pagina. Ja, dan weet je ook dat er iets niet juist is. En als ze 20 minuten blijven hangen, dan zal er wel iets... zijn ze weg van hun computer geweest of weg van toch wel het leerpad. Dus mijn advies is eigenlijk om te kiezen voor volledige tracering, eerste of laatste poging. Nu, voor SmartCom maakt dat niet uit, omdat je op het einde een PDF genereert en daar staan de resultaten op. Gebruik je XRT ooit in een andere leeromgeving, dan is dat wel bepalend om te kiezen van, ja, wil ik het verschillende keren zien of wil ik het laatste zien? Met SmartCom maakt het dus geen verschil. Ik ga nu gewoon eerste poging. Score indien geslaagd is, ze moeten minstens, en dat is ook standaard ingesteld, minstens 55% behalen in punten over het volledige leerpad om geslaagd te zijn. Om het vinkje te krijgen, je bent geslaagd. Zeg je van ja, dat moet voor mij maar 50 zijn. Je past dat gewoon aan en dan is dat 50%. Time-out voor afronding staat op 0. De titelpagina is bijvoorbeeld, ja, daar heeft het geen nut om naar, ja, dan gaan we een klik-klik doen. Dus dan is het ook afgevinkt van, er is gezien, ze zijn op die, punt, op die pagina geweest. Dus time-out voor afronding. Je kan dat ook hoger zetten, dat je bijvoorbeeld zegt, ik zet dit op 5. Dan moeten ze minstens 5 seconden op de pagina geweest zijn om te zeggen, ze hebben die gezien. Ze zijn er voldoende lang op geweest. Per pagina kan je dat ook bepalen. Dus ik zou eigenlijk de tip willen geven, zet hier 5-6 seconden. Als er meer tekst op staat, en ze blijven, dan blijven ze langer. Maar als ze klik, klik, klik doen, dan zijn ze geen 5 seconden op een pagina geweest. En op de pagina dat je zegt, van ja, hier staat echt weinig tekst op, hier gaan ze geen 5 seconden op blijven hangen, kan je, en dan kan je dus op de pagina zelf, ik ga dat nu op de, hier op de pagina indelen, kan je hier onderaan zetten, voltooiing niet verplicht. En als je die op activeert, vergeet dan zeker ook niet hier het vinkje aan te zetten van, ja, het hoeft voor mij niet. En dat is het signaal om XRT van, ja, ik ga wel registreren hoe lang mensen daarop zijn, maar ik ga het niet laten meetellen. Dus als ze daar klik-klik doen, geen probleem, maar je ziet wel in het resultaat, in de PDF achteraf, hoe lang ze erin op geweest. Maar het maakt geen deel uit van het 55% geslaagd, niet geslaagd te zijn. Voilà. Dus belangrijk hier is dat je de tracering zet, dat je de time-out zet. Forceerde tracering is voor SmartCom niet van toepassing. En ook traceringcategorie is ook hier niet van toepassing. Er zijn leeromgevingen die dat wel van toepassing zijn. Maar dus in het geval van SmartCom maakt dat niet uit. Je kunt hier kiezen voor education, maar dat maakt niet uit. Wij zetten ook geen lijsten of wij traceren, wij zetten ook niks van tracering achterliggend. Dus die functionaliteit heeft geen zin om die aan te zetten. Dat is een eerste stap. Dus dat je hier op het geel blokje al die tracering opzet. Dan op elke interactieve pagina. Dus op elke pagina waar het een doe-opdracht is. Ik ga nu heel even zoeken waar hier ergens een doe-opdracht zit. Bijvoorbeeld hier. Nee, dat is een voorbeeld. Scriptlezer. Hier zit een quiz. Dus je gaat kijken. Een quiz, een meerkeuzevraag, een sleepoefening, de invuloefeningen. Al die oefeningen. Die zijn allemaal te traceren op voorwaarde dat je hier overal, en dat staat ook aan de rechterkant, die traceringscoregewicht toevoegt. Dus als je daar op de plus klikt, dan komt dat in het hoofdscherm onderaan.
traceringscore gewicht en dat staat 1.0, betekent per juist antwoord krijgen ze 1 punt. Dus elk antwoord wordt geregistreerd. Is het juist geantwoord, krijgen ze 1 punt. Is het fout geantwoord, krijgen ze 0 punten. De min 1, dat bestaat er ook niet. Hè? Zeg je van, ja, deze quiz bijvoorbeeld, die bestaat uit een aantal vragen, maar ik wil die zwaarder laten doorwegen in mijn eindresultaat, dan kan je er bijvoorbeeld voor opteren dat je zegt van, ik maak van die, 1.0 een 3.0. En dan weegt die, dan krijgen ze 3 punten per juist antwoord. Dus dan is het ook een grotere weging in het eindresultaat. Hetzelfde ga je bijvoorbeeld doen hier bij een meerkeuzevraag. Een stimulerende vraag is dit. Kan je dus ook weer tracering... want een stimulerende vraag is heeft geen antwoord. Het antwoord is eigenlijk in gedachten. Dan zie je dat er niet staat. Als je door gaat kijken... Doet hij nog ergens een invoeloefening of zo? Ja, denk het wel. Hier zit nog een meerkeuzevraag naar beneden. Dus dan zie je ook weer aan de rechterkant traceringscore gewichten. Dus die zet je weer aan. En je zet hier dus ook weer je punten. Die zet je ook weer op 1.0, 2.0, naar gelang dat je wil. Dus dat is eentje dat je sowieso moet doen. En in elk leerpad moet overlopen. Bijvoorbeeld hier ook bij de sleepoefening. Dat is een sleepoefening. Ook daar, trekschering, score, gewicht. Je merkt dat er al standaard 1.0 staat. En dat zijn ze, denk ik, dus die interactieve oefeningen die hier in dit leerpad aanwezig zijn. Nu zie je ook dat bij mij, en daarom dat ik bewust het leerpad genomen heb, dat er sommigen zijn met rode oogjes voor. Dat zijn pagina's die in dat leerpad zitten, maar die heb ik verborgen gezet voor de studenten. Dus voor de leerlingen zijn die niet zichtbaar. Die zijn ook niet zichtbaar als je op de toonknop hierboven klikt. Ze zijn gewoon eigenlijk volledig afwezig. Maar je hebt die nog wel in je leerpad zitten. Dus dan kan, als je daarop zet, ja uiteraard, en je kan dat aanzetten, maar door dat oogje, dus dat heb ik gezet... Hierdoor verbergt toonpagina. Dus door dat oogje ervoor, dat betekent van die pagina is verborgen voor studenten. En bij mij is die pagina verborgen in onbepaalde tijd. Je kan ze ook verborgen zetten. Bijvoorbeeld dat je zegt van ze mogen maar hun resultaat of het leerpad indienen die een dag of welke meer. En dat betekent dat ook dat ze die dag het leerpad moeten doorlopen, want anders kunnen ze geen resultaten krijgen. Ja, als je dus een verbergd pagina zet en ze nemen het vooraf door, die pagina wordt niet getoond, die wordt enkel opgenomen van het moment dat jij hier een datum en een uur eventueel hebt gezet. Als dat allemaal klaar is, dan gaan we nog één pagina op het einde toevoegen. En dat is bij de plus. Bij die versen zit de resultatenpagina. En die voegen we toe helemaal op het einde. Dus dat moet echt de laatste pagina zijn. Ik voel daar resultaten. En ik voeg daar net voor ook nog een tekstpagina toe. Daarnet voor. En ik zet daar je resultaat. En vervolgens zet je daar bijvoorbeeld op de volgende pagina verschijnt je resultaat. Download het bestand en upload in de uploadzone op SmartCo. Dat is eigenlijk een beetje de instructie. Die kun je niet zetten op de resultatenpagina. De resultatenpagina zelf. Dus ik heb daar ingevuld resultaat. En standaard heb ik ook achterliggend erop gezet volledige resultaat. Je kan ook kiezen minimale. Normale wil zeggen alleen tijd. Minimale is tijd en punten. En volledig wil zeggen ik wil ook de antwoorden zien. Wat ze hebben ingevuld. Wat ze hebben gesleept. Wat fout ging. En zo verder. Dus ik wil het volledige plaatje eigenlijk hebben. Belangrijk is ook dat je hier aan de rechterkant kiest voor vraagnaam en dat je dat aanvinkt. Als nu een leerling dat leerpad gaat doornemen, gaat direct ook doornemen als leerling, op het einde ziet hij zijn resultaat en als hij op de downloadknop klikt, zal ook de naam gevraagd worden en die verschijnt op de PDF bovenaan die hij downloadt. Dus op die manier heb je ook gegevens van wie heeft dit, en niet alleen wie heeft dit geüpload, maar is het dus bijvoorbeeld, als het naar elkaar zouden doorsturen, die PDF, ja, dan gaan er overal dezelfde naam zien verschijnen. Ja, die kunnen ze er niet afhalen. Dus ik ga nu even publiceer klikken. Ik heb het allemaal ingesteld. Ik ga mijn leerpad achterliggend sluiten. En hier heb ik het klaarstaan, dus ik vermoed dat jullie het ook via de link verspreiden. Dus als je de link in SmartCo zet, in weblinks
of via embedcode, het maakt niet uit. Van het moment dat je dan als leerling komt in je leeropject, dan ga je dat doorlopen. Ik ga nu heel even leerling zijn. En ik ga ook een slechte leerling zijn in die zin. Ik ga wat doorklikken. Hier zitten nu heel veel hotspots in. Waarschijnlijk kennen jullie dit leerpad wel. Ik ga hier overal eens even op klikken. Het video ga ik overslagen. Dus ik ga misschien de eerste stappen ook wat werkt nog eens doen. Hier zit een meerkeuzevraag en mijn quiz. Dus ik ga die heel eventjes doen, die quiz. Maakt niet uit of ik veel of weinig fouten heb. Hè. Dus ik los die gewoon helemaal op. Ik ga er nu heel snel doorgaan. Je gaat dat zelfs ook zien in mijn resultaat. Ah, hier heb ik ook nog eentje moeten opzetten. Dat is een formuliertje. Heb ik nu niet ingegeven als punten. Dat ik daar punten van wil. Dat is een meerkeuzevraag. Daar had ik punten op gezet. Op de sleepvraag had ik het ook gedaan. Dus ik ga even fout slepen en dan uiteindelijk juist. En als ik dan op het einde kom... Ah ja, die zit... Ik moet het nog opnieuw doen. Er zit nog een addertje onder, er zit nog een... hotspot connectie in de weg. Die had ik er heel eventjes moeten uithalen. Foto niet verplicht, niet, maar wel verberg. Die had ik er moeten uit, want ik kan niet voorbij, omdat ik mijn scherm... Dus ik had hier een hotspot connectie en daar is ingesteld dat je niet naar het volgende scherm mag. Dus ik kan niet doorklikken naar mijn resultaat nu. Dus ik moet heel eventjes terug mijn oefening maken. Want ik ga ze volledig terug doorlopen. Maar ik ga misschien direct met wat werkt kiezen klikken. Dan zie je ook wat er gebeurt. Naar interactie doorklikken, daar zijn de oefeningen in. Oh, dat was een oefening te ver. En u wilt hem niet blijven hangen, blijkbaar. Dat is nog niet. Dus ik heb ze even overgeslagen. Dus op de pagina, ja, hier kan je dan nog wat tekst beter schikken en zo verder. De volgende pagina zit mijn resultaat. Nu zie je, ja, ik ben er heel snel doorgegaan. Dus ik heb 15% van mijn leerpad doorlopen. Dat wil zeggen dat je 19% hebt voltooid. Vandaag, ik heb 85 seconden in het volledige leerpad gezien. En dan is het belangrijk dat je heel goed je namen, je paginatitels hebt genoemd. Dus dan zie je hier, ik ben direct gegaan. Dus ik zat daar, mijn leerpad bestaat uit verschillende stapjes. Daar zit één eerste stappen in XRT. Daar zit één wat werkt en wat niet. Daar zit één interactiviteit. Daar zat één... ik denk 5 of 6 stapjes, dus ik ben eigenlijk halfweg begonnen. Dus dan zie je ook dat leerlingen ineens in een onderdeel gekomen zijn. Je ziet hier dat ik daar 20% heb gescoord op tweede vraag van 10. Ik ben daar 14 seconden. Voltooiing is gedaan. Ik heb alle vragen beantwoord en er is een detail. En een detail betekent een blauw bolletje. Als ik nu naar beneden ga, kan het dus voor alle pagina's zien. En dan zie je dat er, omdat ik gezet had 5 seconden, dat dan voltooid zou zijn. Ik ben overal 1 seconde op geweest, dan telt dat niet mee.
Nu, hier heb ik mijn antwoorden niet goed ingegeven in mijn quiz. Daarom ook dat ik dit voorbeeld heb gegeven. Dus dan zie je dat ik optie heb. Ik ga zelfs zeggen hoe je dat oplost. Want het is de bedoeling dat je hier heel goed ziet welk antwoord dat de leerling heeft gegeven en welk antwoord dat juist is, hè, dat je naast elkaar krijgt. Dat komt omdat hier de label niet is ingevuld. Ik zal zo dadelijk laten zien waar je die label invult. En net hetzelfde hier ook bij interactiviteit. Jouw antwoordoptie, ja, dat zegt niks. Nu, als leerlingen dit volledig hebben ingevuld en jullie hebben gezorgd dat hier de antwoorden juist staan, zij downloaden dit. En op het moment dat ze op download PDF kijkt, dan vragen ze naam en voornaam. Dat is standaard ingesteld. Dus ik ga niet even Katrien intypen. Oké. En die download in mijn browser mijn de naam van het leerpad, ja, dus de eerste stappen, noemt dat. En een datum staat daarbij. Als jij dat dan toekrijgt via de uploadzone, dan zie je wie het, hè, als het voornaam en naam juist hebben ingevuld. En je krijgt al wat je er juist op het scherm zag in de PDF toegestuurd. En je ziet hoe lang ze hebben aangezeten, wat hebben ze doorlopen, waar zijn ze doorgeklikt en zo verder. Dus dat is een eerste stap. Nu, als jij in XRT zelf multiple choice vragen, dus meer keuzevragen want hier is vooral meer keuzevragen geweest. En je maakt die vragen aan. Ik ga hier even naar de quiz teruggaan. Die moet hier ergens direct gaan verschijnen. Ja. Dus als je quiz hebt, of je interactieve oefening, dan heb je hier een label bij het antwoord. En doordat we daar geen label hadden gegeven, kregen wij in ons PDF-je overal optie. Ja, dat wist je niet wat hij had gegeven. Dus in principe zou je hier, in mijn geval gaat dit over veel tekst, de label hier ook aanpassen, weinig tekst. Ik zet daar meestal hetzelfde als ik bij antwoord zet. Ja, je kan dat ook korter doen. Maar dan is het moeilijker voor leerlingen als ze terug opnieuw gaan bekijken van ja, wat was dat antwoord weer? Dus vandaar dat ik dit en dit gelijk maak. En dan ga ik dus, ik kan dat ook voor mezelf heel makkelijk doen. Bij vraag heb je ook een label. Ja, dus wat ik ook voor mezelf heel regelmatig doe, is de vraag hier ook gewoon plakken. Dan krijg ik die ook mee in het overzichtje van dat resultaat. En dan weet ik direct van, ah ja, dat was die vraag. Ja, want anders staat er vraag, of vraag 1, 2 en zo verder. Dat zegt ook zeer weinig. Dus ik plak het heel snel er terug in, om voor mezelf in dat overzicht en ook naar de leerlingen toe een gedetailleerd iets te hebben. Als dat allemaal gebeurt dus en gepubliceerd, leerlingen nemen het door en krijgen dus die resultatenpagina in een mooi overzicht en niet zoals hier dus al die opties en vraag, maar dan staat hier effectief uw vraag en hetgeen wat zij gekozen hebben en het juiste antwoord dat het uiteindelijk was. En dan hebben zij ook direct de remediering van het juiste antwoord erbij. Dus dat is eigenlijk heel kort hoe dat je toch feedback kan krijgen via Smart School. Maar dan is het in een aantal stapjes. Dus enerzijds op het gele blokje tracering aanzetten. Op alle interactieve oefeningen ze aanzetten. Tracering, score, gewicht. En ervoor zorgen dat het heel goed gelabeld is bij de interactieve oefeningen. Zodanig dat je ook een gedetailleerd resultatenpagina hebt. En op het einde niet vergeten resultatenpagina toe te voegen. Want anders heb je nog geen tracering of geen punten beschikbaar. Thank you.